Het Nationaal Jeugdparlement is opgelucht dat de leerkrachten van de VOS-scholen morgen weer normaal aan de slag gaan. Dit zegt NJP-voorzitter Kelvin Konicki. Na een grimmige actie kort voor de kerstvakantie heeft de Bond van Leraren gisteren besloten het onderwijsproces normaal voort te zetten. De BVL is tevreden met de wijzigingen die aangebracht zijn in de resolutie en geven de regering de ruimte om het herwaarderingsprogramma verder uit te voeren. Konicki is blij dat de regering en de onderwijsgevenden elkaar hebben gevonden. Hij vindt wel dat het onderwijs te allen tijden gegarandeerd moet zijn. Inderdaad, de twee partijen hebben elkaar zo'n beetje kunnen vinden. En dat vinden we prima, zeker als Nationaal Jeugdparlement. Maar we moeten gelukkig erbij koppelen dat het recht op onderwijs er altijd moet zijn. Ja, toch? En dat hebben we gezien dat de afgelopen tijd het vaak genoeg obstakeling in komt. En dat vinden we jammer als Nationaal Jeugdparlement. Wij vragen de regering om altijd erop toe te zien dat het, de jongeren naar school kunnen gaan en dat ze van scholing kunnen genieten. Konicki zegt verder dat het jeugdparlement vanuit de regering nog onvoldoende wordt betrokken bij het jeugdbeleid. Hij roept de beleidsmakers op om intensiever samen te werken met het jeugdparlement. Wij zijn van mening dat wanneer we het werk willen doen, de werkzaamheden willen gaan verrichten met een positieve instelling en met veel motivatie, dat de betrokkenheid optimaal moet zijn. En dat missen we soms en dat hebben we vorig jaar ook kenbaar gemaakt bij de vicepresident. Hebben we een brief gestuurd waar we duidelijk hebben aangegeven dat we mee willen, dat we in zijn evaluatieproces breedvoerig zou dat gebeuren met alle stakeholders. Dat het Nationaal Jeugdparlement ook erbij zit als het gaat om gesprekken met de onderwijsbonden. En we hebben geen reactie gehad op die brief, dat vinden we sowieso jammer. Maar we blijven nog steeds pleiten ervoor dat het Nationaal Jeugdparlement meer betrokkenheid krijgt. Tot zover jeugdparlementsvoorzitter Kelvin Konicki. Hij is blij dat de middelbare scholen morgen normaal beginnen. Konicki benadrukt echter dat het onderwijs altijd gegarandeerd moet zijn.